In een verrassende wending heeft Eva Jinek aangekondigd dat ze na de jaarwisseling RTL 4 zal verlaten om bij AVROTROS aan de slag te gaan. Dit nieuws heeft velen verbaasd, waaronder haar collega Bo van Erve-Dorens. Hij deelde zijn gedachten over deze overgang tijdens een gesprek met Humberto Tan. De tv-transfer zorgde voor opschudding, gezien Eva's huidige jaarlijkse salaris van 1,2 miljoen euro bij RTL 4 tegenover het salarisplafond van ongeveer 2 ton bij de publieke omroep. Bo van Erve-Dorens, momenteel samenwerkend met Eva, gaf aan dat hij de overstap niet had zien aankomen. Hij had verwacht dat Eva na haar zwangerschap bij RTL 4 zou blijven, gezien haar succesvolle laatste seizoen. Hij benadrukte echter dat hij het ook bewonderenswaardig vindt dat ze deze stap zet. De presentator opperde ook dat Eva wellicht voor een verandering koos vanwege haar gezinsleven en het verlangen om eerder op de avond te werken bij de publieke omroep. De verschuiving in presentatoren heeft ook gevolgen voor het programma waar Bo deel van uitmaakt. Hij gaf aan dat er mogelijk een vierde presentator nodig zal zijn om het team compleet te maken. Het belang van diversiteit werd benadrukt, aangezien het succesvolle dynamiek creëerde met Eva als het anker van het programma. Hoewel het nieuws velen heeft verrast, is Bo enthousiast over de uitdaging die voor hen ligt. Hij is positief gestemd over de mogelijkheid om het programma voor te zetten en een nieuwe fase in te gaan, ondanks de onzekerheid over hoe de veranderingen zullen uitpakken.